Dag Steve. En Juri. En Guy. Hallo. Wat vonden van de eerste training van uw vrouwenploeg? Dat het allemaal mijn vrouwen moesten zijn, dat wist ik niet waar ik moest beginnen. Maar ik vond het eigenlijk vrij plezant. En ze hebben dat goed gedaan. Dus dat zijn natuurlijk de beginselen van de voetbal. Hè. Binnenkant voet, balletje stoppen. Heb je al een idee voor de opstelling? Nee, dat gaat nog niet. Dat kan ik niet. Maar ik heb wel al gezien dat ik van voor moet zetten, die goed naar de goal kan trappen. Dus. En hebben we al ergens versterking gekregen ofzo? Wij hebben versterking gekregen, maar ik kon dat niet openbaar vernoemen, want anders kon die mannen van Sparta een keer overal de roek voorzien natuurlijk. Oké, maar wij hebben hier eigenlijk in Beukten en Zwijndrecht ook een groot ex-voetbaltalent rondlopen. Ik dacht, sorry, hoe komt dat ik dat team niet mee doe? Omdat het gaat vooral over de mensen die binnen Sporting Brugge aanwezig zijn. En Katte is jammer genoeg naar Verbroedering Zwijndrecht gegaan, omdat de zoon hier geen ploeg had. Dus we zullen ook wel zien dat we Katja aanschrijven voor eventueel mee te doen. Judy, wat vond jij van deze training van onder andere u, vrouw, vriendin en van de andere vrouwen? Ik vind dat niet slecht gegaan is. Ik vind dat er een poort tussen zitten die daar wel balken kunnen controleren, een pasje kunnen geven en een beetje op de goal kunnen trappen. Dat is, ik vind deze training eigenlijk echt goed meegevallen is tegenover hetgeen dat er verwacht is. En denk dat de vrouwen zijn dat achteraf nog in hogere reeksen of zo zouden kunnen spelen? Of? Dat weet ik niet. Dat denk ik niet. Ik denk dat het is puur amusement is. En denk dat Steve het plezant zou vinden als hij mee in een douche mocht gaan? Gegarandeerd. Oké. Okay. Bedankt Juri en Steve. Ja. En Guy die ondertussen al gaan lopen is dus.